Hier hebben we dus de nieuwe Argos 70 internet tablet, maar dan de 250 gigabyte editie. Volgens mij de eerste in Nederland, want hij zou pas eind januari beschikbaar komen en nu is hij dus al in mijn bezit. Ik heb hem net opgehaald bij Informatiek, de enige webwinkel die hem voor zover ik weet verkoopt. Dit is dus de Argos 70 met 250 gigabyte harde schijf. Je hebt ook een editie met 8 GB flashgeheugen. Maar echte diehards willen natuurlijk veel content meenemen. En zodoende wil ik ook een 250 GB editie. Wat zit er dus nog meer in de doos? Het zijn voornamelijk stekkertjes. Dit is de oplader. En daarbij zitten dan 3 soorten stekkertjes. Voor een Europees stroomnetwerk, Amerikaans stroomnetwerk en een Engels stroomnetwerk. Erbij zit een cheap-ass hoofdtelefoontje. Gewoon 3,5 mm plug, dus elke hoofdtelefoon zal werken in je Argos. En er zit een micro USB kabeltje bij. Waarschijnlijk om deze aan de computer te verbinden om daar content om te zetten. Voor de rest zit er nog bij een gebruikershandleiding. Ook in het Nederlands, dus het valt mij op zich niet tegen. 35 gratis mp3'tjes. Erg leuk. Als je vragen hebt dan bla bla bla. Ook erg interessant. Voor de rest, legal en safety notices. Niet zo heel interessant. Op de achterkant van de doos zien we eigenlijk hetzelfde als bij de Argos. 8 GB editie. Hij kan e-books en e-magazines aflezen. Hij kan 3D games afspelen. HD-video. Hij ondersteunt 27p. Natuurlijk erg leuk door de mini HDMI-out, want dan kan je dus aan een LCD, LED-tv of bla 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 tv hangen. Erg leuk. Internet zit de webcam in, maar die blijkt niet zo heel bijzonder te zijn. In het volgende filmpje dan is de Argos 70 opgestart en dan gaan we er eens goed mee spelen. Ik heb hier dus voor me liggen de nieuwe Argos met 250 GB harde schijf. Dit is dus het grotere broertje van de Argos 70 met 8 GB flashgeheugen. Zoals jullie kunnen zien, de Argos 70 internet tablet. Het scherm en de bezel rondom het scherm zijn erg shiny. Hebben een mirror finish, waardoor het net lijkt alsof er een spiegel voor je hebt. Deze Argos ga ik zo meteen opstarten en ik ben dan benieuwd of Android 2.2 al voor geïnstalleerd is. Of dat Argos hem nog mee heeft geleverd met Android 2.1 update 1. Ook ben ik benieuwd of ik de welbekende stappenmethode krijg waar ik bijvoorbeeld third-party applicaties en demos van games en dergelijke kan installeren. Nou, dit is dus de Argos 70 met 250 GB harde schijf. En dit wordt de eerste keer dat ik hem op ga starten. En daar gaan we. Argos Entertainment Your Way. Dus een erg klein en fijn apparaat. Hij is wel iets dikker dan zijn kleine broertje met 8 GB flashgeheugen. Deze versie is namelijk 14 mm dik en die met 8 GB flashgeheugen is 10 mm dik. Maar dat mag de pret niet druk eigenlijk, want 250 GB in een Android tablet heb ik eigenlijk nog nergens gezien. Nou, het scherm ziet er mooi uit. Mooie kleurweergave moet ik zeggen, maar het is natuurlijk alleen maar het Argos logootje. En daar zijn we. Welcome to Argos. Deze wizard zal je helpen met de settings van je device in te stellen. Dus we drukken op next. Deze Argos heeft een capacitief scherm zodat je lekker multitouch kunt gebruiken en er goed mee kan werken. Het is een beetje moeilijk om de camera te focussen, maar dat zal wel goed gaan. We zitten momenteel in waar zitten we? Londen, Dublin, Amsterdam en Berlijn. De date en time zijn dus neergezet. Allemaal goed. Next. Third party applications. Dat zijn dus demo's van spellen en een e-buddy en dergelijke. Een e-book reader. Maar die hoef ik dus niet, want die installeer ik zelf al. Dus ik druk op don't install. Activate the in-store demo only if you want to use the device as a display unit in a store. Nou, ik ben ook geen winkel, dus ik hoef ook geen demo versie te installeren. Next. The Argos startup wizard is now finished. Press OK to start using your Argos. Dat gaan we dan maar doen. Dit is een scherm waarin u vraagt of het scherm gekalibreerd kan worden. Dus dat gaan we ook doen. En we zijn opgestart. Prachtig scherm. Het is echt prachtig, fenomenaal scherm. 7 inch. Heeft een resolutie van 800 bij 480 pixels. En het ziet er eigenlijk heel goed uit, moet ik zeggen. De video zal het altijd minder zijn dan in het echt. Ook vanwege het ontbreken van de macrofunctie op deze camera. Maar dat mag de pret niet deren. Het werkt allemaal erg innovatief. En ik ben ook al bekend met Android, dus dat zou ook geen probleem geven. Ik ga hem nu verder opladen. En dan zal ik terugkomen met wat instellingen die ik wel belangrijk vind. Zoals het geheugen, welke Android versie erop draait, enzovoort enzovoort. Daar zijn we weer met een hele korte impressie van vooral het geheugen. En welke Android versie erop de Argos 70 250 GB versie is geïnstalleerd. In het vorige filmpje stond de brightness op 75%. Nu staat hij op 100%. Misschien kunnen jullie het dan beter zien op de camera. Het is wat lastig bedienen, maar ik probeer het scherm te bedienen door mijn camera heen, zeg maar. Doordat ik daarheen kijk. En dan wil ik jullie naar het settingsmenu leiden. Om daar wat informatie te laten zien. Het scherm werkt erg goed. En dat is ook maar goed ook, want het is natuurlijk geen heel goedkoop apparaat. Ik heb hier €299 voor betaald en ik heb hem vandaag opgehaald. We gaan eerst kijken naar welke Android versie hierop draait. En dat is, zoals jullie misschien kunnen zien, Android 2.1 update 1. Inmiddels is de Android 2.2 update wel beschikbaar, dus die kan ik ook gewoon installeren. Dat is voor mij niet echt bittere noodzaak, dus ik wacht eerst even met het installeren daarvan. Dan wil ik jullie laten zien hoeveel geheugen ik heb. Ik heb dus een 250 GB editie en daarvan is maar liefst 233 GB beschikbaar voor foto's, multimedia, video's en dergelijke. En we kunnen maar liefst 1,48 GB geheugen gebruiken voor applicaties en games. Nou, op mijn Android telefoon en Motorola Milestone heb ik slechts 200 megabyte of zo, dus 1,5 gigabyte aan geheugen voor games en applicaties is echt meer dan zat. Het doel waarvoor ik deze Argos ga gebruiken zijn voornamelijk games, spelletjes, maar ook door het grote geheugen vooral voor films. Lekker onderweg films kijken en dat kan natuurlijk helemaal top door de lange accuduur van deze Argos 70. See you next time.